Dus vandaag maken we deze mooie shulkervorm. Je hebt deze materialen nodig ongeveer. Je hebt heel veel bouwblokken nodig. Ik raad aan glas, ziet er mooi uit. En ook heel veel obsidian. Dan heb je deze items die je erin hebt zitten ook ongeveer. En ik raad aan om heel veel rails klaar te hebben. Dus dan gaan we maar beginnen. Dus je begint met een toren omhoog te bouwen van 8 blokken hoog. Temporary blocks. Pak je je bouwblokken en plaats je er eentje omhoog. Op de toren en ga je 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokken. Temporary blok 1, 2, 3. 1, 2, 3. En 1, 2, 3, 4, 5. Plaats je een temporaire blok en dan daartegen een niet-transparante blok. Dan kun je naar het uiteinde waar je pilaar onder staat en ga je omhoog tot het level waar je je blok hebt staan. Dit is nu hoe dat het eruit moet zien normaal gezien. Dan kun je je buttons erbij pakken. Plaats er hier eentje en ook nog hier. Ja, pak je je string erbij, die plaats je hier. En dan kun je, zoals hier, daar wat blokken zetten. Pas je een trap door en dan of een banner of een slijp. Een banner gaat sneller, maar dan kun je... Dan kan het zijn dat je shulker te veel gedamaged wordt en wegteleporteert. Vandaar gebruik ik liever een slijp. Dat is iets veiliger en een beetje minder snel, maar maakt eigenlijk niet veel uit. Dus die banner hebben we dan niet meer nodig. Bye bye. Dan gaan we nu de lava ervoor zorgen dat die in de plaats kan. Dus pakken we hier blokken tegen en langs de andere kant doen we hetzelfde. Daar is... Je komt je lava in te staan. Zoals dit allemaal. En dan pak je een trap door. Erbij en die plaats je hier. Dat die zo open en dicht kan. Dan kunnen we terug omhoog gaan. En plaatsen we een lever. Waarmee we de farm aan en uit kunnen zetten. Dus nu kun je lava in plaats en plaats je er nog een blok bovenop voor de zekerheid. Voorlopig doen we nog even die trapdoor dicht via die hendel. En pakken we 3 vines, die plaatsen we hier waarmee je omhoog kan klimmen. Maar eerst gaan we onze farm invullen. Wanneer het klaar is kun je je snowman pakken. Je kunt er bijvoorbeeld eentje pakken, een beetje minder snel, maar teleporteert je shulker veel minder snel weg door te lage HP. Dus ik ga er nu gewoon 2 plaatsen. En die blokken we ook af. Dan kunnen we alles spawnproof maken. Of teleportatieproof maken. Dat de shulker niet eruit kan subiet. Wanneer dat alles vol staat. Kun je even de Ender Dragon gaan killen. Heel legit. Zo. En ja. Yay, I did it. Dus dan kunnen we nu Entity. En die hebben normaal gezien altijd shulkers. Hoe klein ze ook zijn. Deze heeft er 2, als ik de juiste kant kan vinden. Ja, hier heb je er 2. Dus dan ga je nu op zoek naar een end gateway. Je kunt er geen gebruiken waarmee je naar hier bent gegaan. Via de main end island of gewoon een willekeurige vinden. Willekeurige zijn handig, die zet je bij het obsidian platform. Maar de andere kun je ook gebruiken. Dus wanneer we vanaf die end gateway een hele lijn hebben getrokken naar hier, kunnen we die shulker gaan oppakken met een heel leuk trucje. Dus je plaatst daar eventjes een railtje naast, zoals dit, en je zet die shulker in een boot. Geweldig. Dus je zet die in een boot, zoals ik al zei, en je vaart eventjes naar je rails toe. Zoals dit hier. Dan plaats je daar allemaal rails. Zo. Zet je die erover. En plaats je die even verder.
en dan kun je zien of er overal rails zijn. En de magic trick. Tada! Doe niet zoals ik doe. Want dan verliest dat momentum en dan gebeurt er dit. Staat je dingetje uiteindelijk stil en dan zul je zien dat je die niet kunt wegduwen. Dus dan ga je... Dus dan doe je dat opnieuw. En stop je die even hier. Hetgeen wat ik nu ga laten zien kun je best doen voor je shulker transporteert trouwens. Maar, because I'm smart, I didn't do that. Dus, nu klik je even F3 en kijk je naar dit stokje dat er komt te staan. Bij mij zit het blauwe stokje de richting in waar ik de portal in ga gaan. Dus langs die kant gaat de shulker ook uit de portal gaan. Dus als hij naar het noorden gaat, komt hij ook het noorden uit. Dus zoek het blauwe stokje en daar plaats je je dingen. Zoals dit. En een railway tot aan de endportal. Dan kun je je shulker terug in die minecart proberen krijgen. En door de endportal krijgen. Hello, missing footage. Dus wanneer die dan bij World Spawn is, zul je zien dat die met de minecart mee is gegaan. Die moet je er dus eerst uit krijgen. Want die minecart, die zit niet in de minecart, dat is een beetje raar. Maar eerst ga je dus een railway tot aan je farm maken. Zorg je ervoor dat hij nergens op kan teleporteren. Goed onthouden. Zodat hij nergens op kan teleporteren. Dus dan ga je er nu voor zorgen dat hij via hier op de juiste plek kan komen. Dat doe je met behulp van deze leuk trucje. Je plaatst hier een redstone blok. Zo. En dan gaat hij met die minecart rail op die ene plek komen. Dus je maakt even een grote rail. En daarna pak je die minecart weg. Ik ga dat erbij staan. Zoals dit bijvoorbeeld. En kun je die oppakken en naar de farm transporteren. Ik heb dat nu op deze manier gedaan. Het is beter dat je dat gewoon doet met alleen de minecart en niet met de boot. Want dat kan probleempjes veroorzaken. Zorg ook zeker dat je dit niet doet. En dat je je hele rail niet kapot maakt. Dus zoals dit is handig als je dat in het begin al had gedaan. En dan kun je gewoon transporteren naar de farm. Wanneer die daar is, kun je ja zien. En zorg ervoor dat er geen enkele spawning spot is waar je naartoe kan teleporteren. Als je dat zeker weet, kun je de minecart kapot breken. Staat hij in een button en wilt hij weg teleporteren en vindt hij een plek waar hij niet naartoe moest. Dus dat proberen we opnieuw. En hij zit op de grond. Opnieuw. We trekken weer een lijntje. Even snot in mijn neus. Dus we kunnen even tegenhouden. Plaatsen we daar terug overal buttons dat je nergens naartoe kan teleporteren. Nu kunt u voor de zekerheid zelfs deze lijn weghalen. Zorg dan wel dat alles van de farm zelf een button heeft. En dan kun je uiteindelijk de minecart kapot doen. Zit hij in een blok. Wilt hij daaruit, teleporteert hij weg naar de plek waar je wilt. Tadaa! En hij zit weer op de foute plek. Zorg ervoor dat hij altijd, dat er op elke plek een button staat, want anders heb je problemen zoals ik. Finally! Dus als je op de juiste plek zit, kun je alle buttons verwijderen behalve degene die in het, op de middenste rij staan. Dus je kunt beginnen met alle buttons. En dan was er je, pardon, farm niet kapot maakt. Wanneer dat klaar is, kun je onder de shulker gaan staan
en dit kleine hulpdingetje gebruiken. Dus je maakt deze vorm onder de shulker, zeker onthouden. Anders ga je shulkers over heel je wereld hebben, zit zo ongeveer. Dus je plaatst zoals dit blokken. Dan ga je 8 blokken extra naar buiten. Langs deze kant. En langs de andere kant. Zo, in totaal heb je dan een rij van 17 blokken. Zeer belangrijk. En zorg er ook voor dat het midden van de 17 blokken onder de shulker staan. Dat doe je ook bij de andere rij. En dan ga je 3 blokken van welke dan ook. Zet je een blok, daar komt nog een rij, nog eens 3 blokken. En daar komt dan nog eens een rij. Dan doe je aan de andere kant hetzelfde. Dus 3 blokken, hier komt een rij. En dan 3 blokken. En hier komt dan nog een rij. Temporaire blokken mogen weg. En dan kun je weer een lijn trekken. Zo, 17 blokken lang in totaal. Dat kun je zien door het even lang te maken als ze niet daar staan. En dan doe je dat bij allemaal. Dan heb je zoiets als dit normaal gezien. Daarna moet je nog de hoogte in. Dus je gaat naar een kant en je zet 16 blokken extra omhoog. Waardoor je een 17 bij 17 vierkant hebt. Dus wanneer je bij de 16 blokken extra hebt gezet en je 17 hoog bent in totaal, kun je dat opvullen. Jongens, ik herhaal, niet cheaten, hè. Dus daarna heb je normaal gezien iets zoals dit. Dan kun je je portals pakken. Dus je pakt je obsidian en die plaats je op deze plek. Dus in het midden van die 2 en 1 blok naar onder. Waardoor je portal in totaal 18 bij 18 komt met het obsidian erbij geteld. En je shulkers in de portal gaan. Dus die gaat hier ook weer omhoog. Temporaire blok, 17 blokken naar de zijkant. En dan weer een temporaire blok. Oh. En terug naar beneden. En dat doe je dan bij alle, bij elke dingen, behalve bij de allermiddelste waar je shulker splitser staat. Dus dan heb je normaal gezien iets als dit. Dan ga je naar het midden van je vorm, dus waar je shulker staat. En daar pak je de coördinaten van en schrijf je op. Kun je in chat typen bijvoorbeeld. Dit zijn nu mijn coördinaten. En daarna deel je die door 8, want in de Nether zijn alle overworld coördinaten gedeeld door 8, gelijk aan de Nether coördinaten. Dan kun je portals lichten en er nog niet ingaan. En allemaal oplichten. Zeker oplichten. Dan kun je er uiteindelijk doorgaan. Kom je uit dit kleine portaal uit en die heb je niet meer nodig. Free obsidium. Nom 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 nom. Daarna moeten we naar de Nether roof. Dus we maken een torentje omhoog en zorgen dat we bedrock vinden. We zoeken de hoogste blok mogelijk. Dat is, zoals je hier kunt zien, target fluid. Als de derde blok coördinaat 127 is, de tweede de coördinaat, dan is het de bovenste laag en is er maar één laag tussen, één blok tussen de Nether roof en waar jij zit. Dus je plaatst 2 ladders, ja, en je smijt een enderpearl terwijl je naar voren gaat en dan kom je op de netherhoof. Zorg ervoor dat je springt, dat je niet in de blok zit, anders heb ik daarvoor. Dus je gaat zo en dan spring je, perfect. Dus, dan zit je op de netherhoof en pak je je coördinaten erbij. Daar ga je naartoe en bouw je een pilaar van 20 blokken hoog. Als je daar bent, kun je een portal beginnen bouwen. Dus zoals dit. En dan kun je die pilaar weghalen. Dan licht je portal. Kun je testen of die werkt. En kun je daarna slabs beginnen plaatsen op deze exacte plekken. Dus 3 langs deze kant hier. Zo. Pak je
even temporary blocks. 2, 1. Hier vul je tot het 1 minder is langs elke kant dan die. Plaats je buttons op elke blok van de portal, behalve de alleronderste. En dan ga je shulkers teleporteren naar de alleronderste blokken van de portal. Ook zeker langsboven, daar kunnen ook ghosts op spawnen. Als je dat niet doet, dat wil je niet. En vergeet ook niet aan de onderkant van de slabs ook buttons te zetten. Dus niet aan de onderkant van de portal, alleen aan de onderkant van de slabs. Zoals dit. Dan ga je twee blokken omhoog en plaats je die op de bovenkant van de blok. Zoals dit, daar komt je rails op. Dan ga je eventjes naar buiten en maak je een even lange rij als degene die bij de portal staat. Dus dan pak je de buitenste kant en ga je hier 9 blokken extra naar buiten. Dat hier 10 in totaal is en heb je iets zoals dit normaal gezien als je dat bij twee kanten doet. En kun je deze nog verbinden met elkaar. Zoals dit. Heb je normaal iets dat eruit ziet als deze. Dat zou perfect moeten zijn. Plaats hier nog even temporary blocks en dan eentje op de onderkant van de bovenste blok. Daar komt een lever op te staan om je power to rails te poweren. Langs deze kant ook. En dan ga je hier nog even een lever nodig hebben voor de activator rail die de shulkers uit de minecart yeet. Dus levers ook zeker poweren. En dan ga je nu de blok naast waaruit de power activator rail gaat komen. Kun je hier naar beneden gaan. En een chest plaatsen. Je zet daar een hopper op, zoals dit. En pak je chains erbij en die plaats langs hier. Dan houdt die hopper minecart op zijn plek. Dus dan pak je een rail, hopper minecart. Een rail mag weg. Pak je een blok, maakt niet uit. Steek je daarin met een piston. En plaats je daar nog een extra chain bij. Kun je glass panes pakken. En plaats je op de chains. Zoals dit. En kun je die twee hoeken nog invullen. Zo. En dan daarop nog een wither rose. Kun je je activator rail pakken. Naast die ene. En dan je power rails helemaal rondtrekken. Samen met je normale rails. Zorg ook dat je hier geen activator rail zet, maar power rails. Zoals dit, en dan kun je minecarts pakken en zorg dat die in deze richting gaan. Dat je eerst de activator rail tegenkomt en dan pas de wither rose. Dan is je farm eigenlijk bijna klaar. Moet je alleen nog maar je trapdoors tegen de portal plaatsen. Zoals dit. Kun je een beetje verderop een portal maken om terug naar de overworld te gaan. Om je farm aan te gaan zetten. Dus dan ben je daar, kun je die hendel overhalen en zul je zien dat de snowman, sneeuwbal op de shulker, pew-pewt, wordt de shulker boos, schiet een ding zelf, raakt zichzelf, splitst, komt op een van de glazen platformen die je hebt geplaatst, opent zichzelf en komt in de portal naar de killing chamber. Zoals hier, dan zul je zien dat die in de portal zitten, die zitten daar niet graag in, dus die willen teleporteren naar een plek zonder iets, onder de portal dus. Dus dan teleporteer die daar naartoe, pikken die minecarts die op, smijten die op de wither rose, gaan die dood door het wither effect. En daarna droppen die hun skulls, shells, zeg maar, daarin. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en dan zie ik jullie de volgende keer. Tada! Ik kan geen comments featuren, omdat er geen comments waren.